Hey, hallo allemaal, welkom bij mijn fanmail video voor Extreme Rides. Ja, Extreme Rides, ja, want normaal doe ik dit voor Extreme Rides 1. En voor de mensen die dat niet kennen, dat is mijn vuurwerkkanaal. Ja, daar laat ik allemaal vuurwerk zien. Eigenlijk zelf dat ik nu met de attracties doe, dat mijn vuurwerk. Dan vertel ik wat ik ervan vind en zo. En ik laat dat zien, ik film dat, bla 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 bla. En daar heb ik dus een onderdeel in, ja, fanmail. Daar sturen dus fans, sturen dus mij gewoon vuurwerk op. Dat film ik dan. Dan heb ik een hele mooie video. En die jongens die dat opsturen hebben, zeg maar, een minuutje. Ja, een minuutje of fame, hoe ze dat noemen dan, hè. Nou, ik heb post gekregen van een fan. Maar dit is geen vuurwerk wat hierin zit. Hier zit iets heel anders in. Dus we gaan hem openmaken. Dat gaan we heel vaak kunnen doen. Ja, ik zou niet zeggen zoals jullie van mij gewend zijn. Want dit is de eerste fanmail van dit kanaal. Ik moet het even tot handen doen, want ik lig nog steeds in het ziekenhuis. Even kijken. Er zit een hele leuke kaart zit erin. Kan ik jullie wel laten zien. Tadaa. Die kunnen we de kaart openmaken. En dan staat er een leuk verhaaltje. En dat gaan we eens even oplezen. Hey Ruben, wat jammer dat je net de kermseizoen een paar dagen in het ziekenhuis moet. Dus extra knallen met oudjaar. Ja, dat vind ik ook, jongen. Helemaal gelijk in. Zie je online, beterschap, groetjes, Rick, kermisreporter uit Drenthe. Nou, kermisreporter uit Drenthe, Rick, hartstikke bedankt. Nou, dat is ook de werkwijze wat we dan doen met Extreme Rides 1. Je laat iemand zijn kanaal hier zien. En dit is het kanaal van kermisreporter uit Drenthe. Leuke banner. En dan laten we even altijd een videootje zien. Vindt hij vast leuk. Even kijken, wat is een goede video bij hem? Hij heeft al verschillende video's, als jullie kunnen zien. Een disco 7, die kom ik zelf bijna niet tegen, die zweeg me wel eens. Nou, kwaliteit ziet er goed uit. Goed stilhouden in elk geval. En dat is de disco zweef. Moet ik zelf nog een keer tegenkomen. Maar ik ga volgend jaar, als ik weer beter ben, naar het noorden des lands. Om daar wat attracties te bezoeken. Oh, dat is een enkel omzwaai. Dat vind ik zelf wat minder, maar dat maakt niet uit. Hij heeft nog een zweemolen ertussen staan. Ook een opgooimolen. Ik zou alleen je titel veranderen, want niemand gaat zoeken op 162.09. Dus zou ik dan gewoon veranderen naar zweefmolen. En ik zou gewoon beperken op één attractie of een algemene review draaien. Maar dat is opbouwende kritiek van mij. Uiteraard gaan we natuurlijk hem abonneren. We zijn nummer 6. Dus hij kan nog wat abonnees gebruiken, jongens. Leuke kaart trouwens, zo met het reuzenratje. Zo, leuk. Kun je verhaaltje nog eens even nalezen. Maar wat heeft hij erbij gedaan? Dat is hartstikke aardig van hem. Even kijken, er zat al een gat in dat ding, in die envelop. Maar punten voor de pusher. En dat vind ik dan wel een beetje jammer van die vieze Rick, hè? Want Rick had me natuurlijk wel al van tevoren maar de rest gevraagd. Zoals je ziet, die envelop is in de hoek is kapot. Dus de munten die hij opgestuurd had, er zit er nu maar eentje in. Hij had veel meer munten opgestuurd, die zijn er dus allemaal bij de post en die eruit gevallen. Die hebben ze waarschijnlijk traag gejat. Die hebben dan gedacht, ja, het zit geld in of wat dan ook. En dan maken ze de brief open en dan doen ze dat zo in de brievenbus. Die van de post zijn niet te vertrouwen. Beetje jammer. Maar ja, ondanks dat, Rick, ik bedoel, ik vind het fantastisch dat je het gedaan hebt en opgestuurd hebt. Ik vind het een leuk ideetje zo op. De kaart is sowieso mooi, die zou ik even op laten hangen. Want ik kan zelf natuurlijk, ik ben nog steeds niet uit. En ja, ergens eind juni moet ik ergens het ziekenhuis kunnen verlaten. En dan, ja, dit jaar is het heel erg twijfelachtig of ik überhaupt nog naar een kermis kan. Want ik had laatst de zaalarts hier. En toen dus, is een meisje, dus een arts in. Ja, ook nog een zaalarts. En ja, die zei van jullie best, uurtje rijden, uurtje terug. Zo moeilijk gaan. Maar ja, goed, ik ga er alles aan doen om daar te komen. Ja. Er moet wel heel wat gebeuren dat ik niet naar een kermis ga. Dat is algemeen bekend. Dus ik zal eens even kijken, dat is een corset heb ik. Ik kan mijn auto kan de stoel naar achteren zetten. Zodat ik dus meer liggend vervoerd word. En dan in een rolstoel over de kermis heen. Want lopen dat gaat sowieso niet. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar in een rolstoel moet nog wel lukken. Maar ja goed, dat zien we tegen die tijd. Ja, als iemand nog een leuk idee heeft voor wat video's. Ja, laat het weten. Ik ben overal sta ik voor open. Ik heb heel veel oud materiaal waar ik misschien weer nieuwe video's van kan maken.
Maar nieuw materiaal maken, echt op locatie dit jaar, dat wordt echt heel erg weinig. Het zal pas tegen december, januari, februari pas worden dat ik weer iets überhaupt kan gaan doen. Maar ja, dan zijn de kermissen voorbij, de attractieparken zijn gesloten. Ja goed, het vuurwerk, maar ja, vuurwerk ken ik ook vanuit een rolstoel, want daar maak ik me niet druk over. En ja, dus ja, echt de zwembaden blijven dan nog over. Ja, dan kan ik de Center Park serie verder afmaken, de Emop en de Porcelanden. Maar ja goed, voor nu, Rick, nogmaals hartstikke bedankt, leuk idee. We hebben de fanmail op Extreme Rides ook een keertje. En ja, ik ga hem ophangen, of tenminste ik laat hem even ophangen door een zustertje. En ik ga weer verder met gamen, want ja, ik heb hier toch niks anders te doen.